Mijn naam is Marina de Bont. Ik ben de secretarieel ondersteuner voor het team Consulenten Jeugd. Als secretarieel ondersteuner voor het team Jeugd ben ik ervoor verantwoordelijk dat vooral de dossieropbouw in orde is. Dus aanvragen voor jeugdhulp kunnen binnenkomen via de telefoon, via de mail, via de post. En als alles compleet is, zet ik het door naar het team Consulenten Jeugd. En zij bepalen of echt alles wat in de documenten staat voldoende is om de jeugdaanvraag in behandeling te nemen. Ik wil echt zo spinnend web zijn dat mensen iets aan mij kunnen vragen van oh, is dat via jou binnengekomen of hebben die ouders gebeld of ik heb een telefoontje gemist, wat fijn dat jij het genoteerd hebt. Een inwoner die stuurt een aanvraag naar de gemeente en de gemeente is natuurlijk een heel gebouw. Zij willen graag weten van komt het echt wel op de juiste afdeling terecht. En ze willen echt graag gehoord worden en dat er aandacht is voor hun kind, dat er hulp komt. Dat is belangrijk. Het gaat breder dan dat. Een nieuwe collega kan binnenkomen. Is altijd fijn als die even ontvangen wordt, een kopje koffie. Maar dan vervolgens hoe je tag regelt, hoe het gebouw eruit ziet, waar het bedrijfsrestaurant is. Dat je even iemand het gevoel geeft welkom te zijn. Het lijkt heel simpel, maar het wordt echt gewaardeerd achteraf. Het moet wel in je zitten dat je ja, graag iets voor anderen doet, dat je vraagbaak wil zijn, dat je dat uitstraalt. Ja, ik vind Helpstraat een heel leuk stad om in te wonen. Ik woon er nu dik 35 jaar. Ik doe ook vrijwilligerswerk voor de gemeente Helpertsluis. Ik werk voor het toeristeninformatiepunt. Helpertsluis heeft echt heel veel te bieden. Qua historie, qua mooie gebouwen, qua omgeving. Mensen kunnen hier met de boot aankomen. Ze zitten op Cape Helios in een hotel. We hebben een theater, leuke eetgelegenheden. Gewoon een mooie omgeving, mooie vestingwallen en dergelijke. Dus mensen die hier komen zijn altijd vrolijk. Ze zijn op vakantie of even een weekendje weg. Het allerleukste vind ik dat iedereen alles aan mij kan vragen altijd. Dat ze altijd zeggen van, oh dan moet je bij Marina zijn, oh, die weet dat wel. Je voelt je gewoon gewaardeerd ook.